Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Wijzen. De laatste keer dat jullie verliet, hebben wij het Draco Malfoy verkracht met Krabbenbond en heb hij me eindelijk mijn deel dat teruggegeven. Waar ik al zo lang naar hoekerde met mijn deel, mijn grote paarse deel, hè. Kennen jullie de Shane's Run? Nou, zo'n deel is het. Ik kan er ook mensen mee slaan, maar dat kan helaas niet in dit spel, dus ik ben weer bereid om het daarmee te zetten, geweldig. Ja, we waren op weg naar de katten. Dus wij gaan op weg naar de katten toe. En dit is niet de weg naar de katten, maar ik wil hier toch nog even kijken voor wat leuke geheimtjes. Is hier nog wat leuks te doen? Hé, een zwarte raak. Ga naar je lessen, Potter. Je weet niet eens hoe je zwerkbal moet spelen. Nou, je weet niet eens hoe je zwerkbal uit moet spreken, jij. Dat weet je waarschijnlijk wel, maar... Ik kan zwerkbal spelen. Ik had een team bij mevrouw Hoog. Voor mijn porno dan, hè. Daarvoor had ik mijn dildo nodig, anders had ik geen tiener, hoor, met een... Ja, hé, hey, meneer, ik heb je dildo. De les kruidenkunde is net voorbij de tuin van professor Stroop. Oh. Ik wacht hier op Marcel. Ik denk dat hij weer verdwaald is. Die chavale hoer. Je kunt maar beter naar de les gaan. Die chavale stoep hoer. Oh, ik ga naar de kast en zij komt later met Marcel. En zij gaat leuk hebben, hoor, de kast. Kut hoer. En daarvoor ben je ook een hoer, daar niet van. Kijk. Ga maar verder. Ik kom ook zodra Marcel hier is. Ja. Ik weet hoe het zit, Hermelina. Het is over, hoor. Het is helemaal over. Zie je nog een leuk geheimtje? Zou je wel zeggen. Eén smekje, jongens. Nou, wat een geheim, hè. Twee smekjes. Drie smekjes. Vier zelfs, heb ik niet. Vijf nog? Nee. Ik denk al vijf wordt te gek. Vier was al te gek, maar ja. Het zal wel aan mij liggen. Hallo, wat de fuck is dat? Een slak? Flipendo. Wat moet ik met die slakken? En een lekkere kikker, jee. En de gate gaat open. De doorgang is open, jongens. De doorgang naar nog meer slakken die mij willen vermoorden. Flipendo. Dit is toch niet echt veilig voor een jongetje van 11? Toch, deze school? Ik zou hier mijn kind echt niet naar school sturen, hoor. Nou, heb ik geen kind. Gelukkig. Misschien komt het uit nog, ik weet het niet. Ik zie het wel, denk het niet, maar... Je weet het nooit, je weet nooit wat de toekomst brengt. Wat ook maar goed is ook, hoor. Als mensen de toekomst kunnen voorspellen, nou, dan is de wereld naar de haaien. Echt. Dan is de wereld echt naar de haaien. En ik denk dat het ooit nog wel een keer komt, maar... Ik hoop het nooit. Ik hoop het echt nooit, want dan... Zo, lekker. Dan vergooi je de wereld. En er zit wat inhoud van mijn chocolaatje op mijn microfoon, wat ik er niet af krijg. Nou ja, maakt niet uit. Oh, what the fuck zijn dat? Oh, kist, eerst altijd kistje. Met een chocoladekikker. Nou, jongens, we gaan de tuin in. Het was een vredige tuin. Ook wel handig. De spreuk die ik moet gebruiken op de beesten, die leer ik straks pas. Dus ik waag hier gewoon mijn leven eigenlijk. Wat niet echt goed voor me kan zijn. Oh my god, kleur op, joh. Dan ga ik de stinkback. En hier is een geheim. Hier gaat een heg open op een muur. Ja, een heg gaat hier open. Kijk. Kijk, jongen, dit noem je een geheim. Dit komt vast eens heel episch uit. Moet ik hem nou terugdraaien? Denk het wel. Ja, yeah, allemaal smekkies. Allemaal smekkies voor je bakkes. Kijk eens. Allemaal lekkere smekkies. Yum. Oké, nou, dat ging lekker. Dat ging groot, dat ging lekker. Dat ging lekker, dat ging hard. Oké. Nou, hier is niks. Nee, hier is niks. Ik weet niet eens waarom dat het staat, maar... Oh, springen. Kijk uit, Harry. Kijk uit voor de bijtende planten. Volgens mij had die blauwe vent uit de tovenaarskaart zo'n ding gegeven voor mij. Volgens mij heet dat langdradig weekblad. Oh, kijk eens wat een muur, hè. Die muur schoof gewoon in een andere muur. Ik weet zeker dat het niet is. Ik weet het zeker. Ach, het is de volgende heg. Never mind.
Kijk, jullie denken alvast dat het hier doodloopt. Nou, nee. Wat een grote tuin. Ik wil ook zo'n mooie tuin, maar zonder die vlees eten de planten. Wow. Oh, nee. Niet die verkrachtingbeesten. Nee, die verkrachtbeesten. Niet verkrachtbeesten. Nee, gewezen. Oh, Alohomora, what the fuck? Waarom ging die niet open, man? Je moet Alohomora anders gaan. Niet open hoor, Harry. Ah, what the fuck? Er was nog zo'n beest. Doe me nog fucking lol. Ik word gewoon verkracht door die beesten. Ik werd zelfs nog ingesloten. Dat is ook niet echt leuk. Ik vind dat niet leuk, hoor. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat echt niet kunnen, jongens. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat niet kunnen. Dat ik verkracht word door die kutbeesten hier. Ah! Mami, auw! Mami, auw, help! Oh, kijk, dit blok hier gaat op die fontein. Kijk maar naar dat platform op dat fontein. Dat gaat daarop. En dan komt er een ontstopping en dat opent een deur. Geloof dat niet. Ik weet niet hoe dat logisch kan, maar... Je neemt aan dat het water ergens anders weer uitkomt, maar... Niet in dit spel, wow, scheisse. Rennen voor je leven, Harry. Rennen voor je leven, Harry. Wie noemt zijn dochter nou Harry? Ik weet niet hoor, Harry. Harry, is dat een goede naam? Ik weet het niet, de eerste keer dat ik daarover nadenk, Harry. Ja, Harry is wel een Nederlandse naam. Harry, eigenlijk is het Harry, ja, Harry. Harry Potter. Die jongen, dat lives again. Of, nee, dat bleef even zo. Not lives again. Nou, ik weet maar god niet waarom ik dat deed, maar oh. Je faalt wel, Harry. Je faalt heel erg nu, Harry. Niet goed, Harry. Ik noem mijn expres ook wel Harry. Waarom faal je niet in één keer zo erg, Harry? Leg me dat eens uit. Waar ging het fout? Waar ging het fout, Harry? Dat je in één keer zo erg begon te falen. En waarom die kutraak mij wel 4 smekjes geeft in zo'n kamer? Kom op, dan verwacht je toch wel wat meer. Dan verwacht je op zijn minst verwacht je een chocokikker. En dan is hier nog wat. Wow, shit. We gaan eerst hierheen. Oeh, weet ik al die geheimen. Hé, hey, moet je kijken man, wat een graphics hier, hè. Echt een... Wow, wat een shit. Oh, dat wist ik niet eens. We pakken eerst de kist met diamantjes erop. Met heel veel lekkere smekkies. Open sesame, yeah. Oké, jongens, ik ben nu officieel verdwaald. Oh, oké, dat was gewoon een doorgangetje daar. Ja, oké. Wow, shit. Ik ben nu echt verdwaald, hè. Laat ik het ophouden dat ik verdwaald ben. Laat ik het ophouden dat ik bijna verkracht word door een plant. Laat ik het daarop houden. Oké, die had ik gedaan. Ja, oké, dan moet ik hier omlopen. Moet ik hier omlopen, hè. Moet ik hier omlopen, hè. Oh, oké. Ja, kijk. En we zijn eindelijk bij kruidenkunde. Naar een hele lange tuin. Echt serieus, wie zet hier een lesgebouw? Elke les. Oh, kut, moeten we weer door die kuttuin heen? Ja. Ja, moeten we weer door die kuttuin heen, hè? Om hier te komen. Echt, dat zijn kills, hoor. Voordat je naar binnen gaat. Weet zeker dat je zo loopt. Echt serieus. Want kijk, hierachter is een geheimpje. Zie je? Ja, je wordt een beetje claustrofobisch hier, maar ik weet alle geheimen. En hiervoor verkracht ik ook alle meisjes, verkracht ik hier ook in. Dit is mijn hangplek, hier hangen mijn bro's. En dan draai je deze draak. En dan draai je die draak. En let op. Door de magie der magie ontstaat er een tovenaarskade. Dat gaat me mijn god niet hoe. En dat is weer een pedo met een mooi kaal hoofd, een mooie baard en een mooi groot boek in zijn handen. Ja, dat is weer een mooi. Dat is weer een mooi plaatje voor de pedo-collectie en voor de hoerencollectie. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken van deze video van Harry Potter en de Steen der Wijzen. De volgende keer gaan wij kijken wie er op die kaart stond. En dan gaan we naar binnen, naar de Les Kruidenkinden. Tot de volgende keer. Dag.